Ahoy stond in vuur en vlam tijdens de eerste Nederlandse editie van Culture Clash. Ja, dat is een fenomeen, is overgewaaid oorspronkelijk uit Jamaica. Daar had je rappers en allerlei bands op straat die met elkaar een battle aangingen. En degene die het meeste applaus kreeg, die won dan. Dat is uiteindelijk door Red Bull opgepakt. Die hebben het naar New York en Londen gebracht. Daar is heel groot geworden met grote artiesten ook, zoals Usher en Rita Ora, die dan tegen elkaar gingen battelen. En is nu ook naar Nederland gekomen. Gisteravond in Ahoy. Vier verschillende podia in de hoeken van de zaal. Mensen moesten dan heen en weer lopen. En uiteindelijk degene met het meeste applaus, die won. Men nemen een blik rappers als Lil Kleine, Ronnie Flex en Mr. Polska. Doe er een snufje tyfoon bij. Blus het vervolgens af met een flinke scheut DJ Paul Elstak. Laat ze allemaal tegen elkaar strijden op verschillende podia. En de Culture Clash is een feit. Ik ben Rotjoch op je beeldscherm en kijk wat we gaan doen, man. Ja, dit is de grootste muzikale battle van Nederland. Dus je wilt wel eventjes doorkomen, weet je wel. Alle andere mensen moeten oppassen, we gaan sowieso winnen. We moeten echt gewoon goed voorbereid zijn. Alles moet precies in die korte periode passen. Dus ja, het is niet maar eventjes, we gaan naar een booking en we doen ons ding en we gaan weg. De artiesten moeten het publiek voor zich zien te winnen. Zij bepalen namelijk wie er wint. En dus is Mr. Polska niet te houden. Nee! Ik heb geen genade vanavond. We hebben ons goed voorbereid. We hebben de hardste beats. We hebben de meeste energie. Iedereen kan gewoon inpakken, man. Bam, die zit. En nu als de bliksem laten zien wat je kunt. Ik zeg eerlijk, ik heb respect voor iedereen. Iedereen is best. Maar zie je iemand zo zweten als dat ik hier nu sta? Zie je mij zo zweten? Hij gaat goed. Ik heb al jaren, joh. Hij moet me vragen. Ik kan niet anders. Ik leef. Ik heb elke dag stijven, dus het gaat goed. En na al het gebeuk is er maar één die het meeste geluid van het publiek ontvangt. Dus de winner is... Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Heel slecht. We hebben het geflikt, man. Dus, het is gelukt. Ja, bizar, man. Echt, ik had het gehoopt. Ja, het publiek pakt het schitterend op, dus helemaal kicken. Dat lijkt me een feestje voor jou de volgende keer. Ja, nee, ik ben er ook geweest. Grapje. Nee, het teringherrie als je dit ziet. Maar dat is ook een beetje de bedoeling. Het moet hart tegen hart natuurlijk gaan. Ja, ik begrijp dat het moet zeg maar gekker dan het gekker. Ja, en het gemiddelde decibelniveau was 110. En dat staat gelijk aan het geluid van een krijsende baby, heb ik begrepen. Of schreeuwen in iemands oor. Of gewoon een rockconcert. Maar goed, dat het is immens populair. Het is heel populair. Het was in ieder geval zeer geslaagd. En er komt waarschijnlijk ook wel een vervolg op. Mr. Polska had zich echt heel goed voorbereid. Hij was zelf naar de sportschool gegaan om een strakke lijf te krijgen. Jij vroeg net aan mij ook nog tijdens het filmpje. Vind je dat wat, het lijfje van Mr. Polska? Ook dat lijfje. Maar dat had heel erg goed erop getraind. maar dat komt omdat hij klein is. Dat weet ik weer uit Expeditie Robinson. Vind je dat? Zo gaat dat dan. Ik vind je dat een leuk, hele lijfje jongen. Ja. Maar DJ Paul Elstak die had de meeste aanhangers meegenomen. En dan krijg je natuurlijk ook het hardste applaus. Ik vind het wel een leuk initiatief. Red Bull, volgend jaar weer. Zeker, mooi initiatief. Niet naar muziek, maar wel mooi initiatief.